Eindelijk. Jongen, hoe lang heb ik daar niet op gewacht, zeg? Ik sta al zo lang zo te wachten. Zeg, dat ze het bushokje om me heen hebben ze al lang weggehaald. Zo lang sta ik er al op te wachten. Dat ze eindelijk eens gaan zeggen, we stoppen met vuurwerk. Hoeveel doktoren hebben we al niet gehoord? Elk jaar weer, vlak voor oud en nieuw. Oogartsen en allerlei chirurgen die met smeekbeden kwamen van, alsjeblieft, stop met dat vuurwerk. Want het geeft alleen maar verwondingen en het is gevaarlijk. Vuurwerk, dat moet je zo zien. Dat als een klein kind een mes heeft in de hand, dan zeg je toch als verantwoordelijke ouderen, zeg je toch, hup, hier met dat mes. En dan pak je dat mes af en dan begint dat kind te schreeuwen en te gillen en daar trek je je niks van aan. En klaar is Kees. Maar dat heeft de politiek in Nederland niet gedaan. Nee, die hebben Nederland jaar in jaar uit, elke jaarwisseling, met dat mes laten spelen. Dat hebben ze gedaan. Want ze hebben gewoon weggekeken. Het interesseerde ze niet. Ze wisten de aantallen. Elk jaar weer 385 mensen naar de spoedeisende hulp afgelopen jaar. 900, hoor je hem? 900 naar de huisartsenposten. Hey, en die politiek maar wegkijken. En maar denken, ja, dag. En bang, alleen maar bang, omdat, net als bij dat kleine kind, de boer begint te schreeuwen en te huilen. Ja, want dan zegt iedereen, ja, maar je mag ons dat pleziertje niet afpikken. Nee, dat mag niet. Welk pleziertje heb je het over? Pleziertje van vingers weg, hup, en vingers eraf. Blind, één oog weg, hup, oh, wat een lol. En wat een plezier. Gehoorschade voor het leven. Hahaha, dat is een plezier. Jongen, dat vuurwerk, dat heeft me al in ellende bezorgd. Dat is ongelooflijk. En nu, door de corona, nu denken ze, ja, maar die grote aantallen, al die honderden die naar die huisartsen hollen en die spoedeisende hulp, dat kunnen we nou niet gebruiken met corona. Oh, dus nu vinden we het vuurwerk wel gevaarlijk. Ja. Nu wel. Al die jaren hebben we gewoon er niks aan gedaan. En nu durven ze eindelijk eens in te grijpen. Nou, en dan heb ik het nog niet eens gehad over het geld wat we elk jaar uitgeven aan het vuurwerk. Weet jullie het bedrag? Hey, 77 miljoen euro. Elk jaar, hup, zo de sloot in. Hou dat geld lekker in je zak en geef dat aan iemand die het gewoon hard nodig heeft. Dan wordt zo'n jaarwisseling veel en veel leuker. En geloof mij nou maar, het kan ook zonder vuurwerk.